Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik ben nu Sam fruit aan het geven. Liam en Jordi zijn naar schooltje. En ik ga voor mezelf even een boterham maken. En dan ga ik naar boven toe. En dan ga ik boven aan de slag. Want dat is gewoon nodig. Deze week heb ik een hele drukke week. En dat heeft niks te maken met de kinderen specifiek. Maar ik ga mijn hele huis opruimen en schoonmaken. Want aankomend weekend hebben we het hele weekend feest. Hier komen alle vrienden, hier komt familie. En ik moet daar gewoon klaar hebben. Ik moet boodschappen doen, ik moet mijn huis opruimen, ik moet buiten klaar hebben. Ik moet gewoon alles hebben gedaan. Dus we beginnen met boven. En ja, dan gaan we wel zien wat het schip strandt. Ondertussen heb ik van alles gedaan. Ik heb boven opgeruimd. Ik heb echt van alles gedaan. Ik ben ondertussen Sam aan het pesten. Hier. Hij gaat nou vluchten. En ja, ik lig altijd met een kussen tussen mijn benen. Of ik nou een broek aan heb of niet. Ik vind dat heel fijn om zitten. Je hoort het al. Liam hebben we ook al opgehaald. Die zit heel eventjes wat meloen te eten en filmpje te kijken. Maar hij komt ons nou even pesten. Hi! Was jij er ook? Ja? Oké. Okay. Had je leuk gehad op schooltje? Was het leuk? Nee. Volgens mij wel. Hij was heel lief, zei hij. Dus ja, dat. Om 2 uur moeten we Jordi alweer ophalen. Dus we moeten het even uitzingen. En hopen dat iedereen wakker blijft. Oh, zit jij nou te boeren? Zit jij nou te boeren? Dus ja, dat. Ondertussen probeer ik dus de kinderen wakker te houden. En ben ik serie aan het kijken. Even lekker ontspannen. En ze zijn hiernaast nog steeds aan het klussen. Maar dat is niet erg. Daar heb ik geen last van. Zo, haar. Je mooie haren. Mijn knappert. Oh, je bent mijn knappert. Oh. Dus ja, dat. Dus hè. Dus zo gaan we de dag maar vooruit. En vanavond hoop ik eventjes dat ik de douche kan poetsen. Ja. En dan dat het ook weer klaar is. Dan hoef ik dat deze week ook niet meer te doen. We hebben deze grote vent opgehaald. En wat ga ik doen? Ik ga mijn soepjurk aantrekken. Het is warm. Ik ben klaar met mijn Bertje Hendricks en de hele shitzooi. Dus dat ga ik doen. Dan ga ik gelijk mijn baas in de was flikkeren. Ook dat moet wel eens gebeuren. Hij slaapt echt net. Hey, goedemorgen. We hebben vanochtend al boodschappen gedaan. En Jordi is lekker aan het zwemmen nu op school. Ze hadden mij een filmpje gestuurd. Ik mag het nu niet laten zien, want de juf die staat vol in beeld. Dus dat gaan we niet doen. En Jordi hangt lekker op haar schouder. Dus dat kan nu niet. Maar hij is lekker gaan zwemmen. En Liam die zit op schooltje. Of ja, die is in schooltje. Ergens. En ik heb ook alvast wat boodschapjes nog gedaan voor de verjaardag. En ik doe elke dag gewoon iets halen. Zodat het niet in één keer heel veel is. De verse dingen, zeg maar, die haal ik wel. Maar gewoon de dingen die houdbaar zijn, dat soort dingen, die haal ik al. En
ja, vandaag doe ik het even rustig aan. Morgen ga ik weer er tegenaan. Dus we gaan het zien. We hebben Jordi opgehaald. We zitten nu lekker hier in de woonkamer, want het is hier gewoon 4 graden koeler, 5 graden koeler dan buiten. Dus we houden het even lekker zo. Jordi heeft zijn drink al gehad, heeft zijn tukkie al gehad, heeft alles gehad. Ik ga dadelijk even een rondje luiers doen. En Liam is vandaag in de knuffelbui. En Liam die zit met hem tegen naar beneden te trekken. Wat is er? Kom dan hier. Ja, jij wil allemaal onder de deken liggen, hè? Jij bent gek. Kijk, hij wil allemaal onder de deken liggen. Kind is echt koekoek. Maar dat maakt niet uit. Dit is Liam's collectie voor vandaag. En ja, dat gaat vanavond pas weer weg, zeg maar. Dat doet hij elke dag weer opnieuw opbouwen, op een nieuwe manier. Je bent echt gek dat je onder de deken wil liggen, hè? Ik ben wel echt de hele tijd hier onder de deken. Hij is gek. Je bent gek. Ja, maar ik ben koekoek. Nee. Oh, kom jij nou ook? Wat kom jij doen? En ik heb gewoon geen puff om iets te doen. Doe ik straks wel. Ik denk dat ik een pakketje heb. Nou, dat was dus een pakketje. Want, een tijdje terug, ik ben iemand die eigenlijk altijd ijskoontjes aan het drinken heeft. Alle vrienden van mij weten dat. Ik ben gewoon de ijskoningin. Ik heb altijd ijskoontjes in mijn drinken. Ik ben net wat dat betreft een Amerikaan. Ik moet altijd ijskoontjes hebben. Ja. Dus Niels die was het beu dat ik altijd zo grijnig was op het moment dat er geen ijskoontjes zijn in de winkel. En vooral bijvoorbeeld met dit weer is het 9 van de 10 keer uitverkocht. Of ik koop 20 zakken tegelijk omdat ik zoiets heb van, hè, heb ik ijskoontjes. Dus Niels die zei tegen mij, Mandy, alles leuk en aardig, maar jij krijgt van mij een ijskoontjesmaker. En nou laat dat van het weekend juist heel goed uitkomen. Want van het weekend hebben we een feestje. Ik ga hem even met jullie unboxen. Sorry voor de herrie. Maar ja, hè. Nou. Ik heb geen schaar bij de hand. Die zit in de vaatwasser. Die gaat ook terug in de doos. Oh. Hoe, als een kind zo blij dat ik dit heb. Maar goed. Het is wel een wens van mij al heel lang. En dat weet Niels. Daarom zei ik ook laatst in een vlog van... Het hele ding is, als Niels iets wil, dan koopt hij het gewoon. Niels wist dat ik dit wou. Dus hij zei tegen mij, Mandy, bestel hem gewoon. Hij zegt, want ik weet dat je dit al heel lang wilde. Hij stelt het elke keer uit en uit en uit. Ga nou maar eens even iets voor jezelf. En ik vind het gewoon leuk. Ik kan ook smaakjes en alles erin doen. Maar, hè, mijn fantasie is er weer. Oké, laat niet op de rommel. Ik moet mijn aanrecht nog opruimen. Ik heb nu geen zin in gehad. Dus, nou, het is een brand. En hij ziet er zo uit. Hier worden de ijskoontjes gemaakt.
Hier worden ze in opgevangen. De kinderen zijn vervelend, zoals jullie horen. En als het goed is, moet je hier het water in doen. Dus ik ga even het ding schoonmaken. En dan ga ik hem aanzetten. Want ja, ik wil natuurlijk gelijk weten of dat het werkt. Dus ik ga het even doen. En dan, als ik daar mijn eerste ijsblokjes heb, laat ik het jullie even zien. Oké, ik heb hem helemaal gereinigd. Hij heeft een half uur stilgestaan en alles. En het ding is nu, gaat hij ijsjes maken. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Oh, nog een bakje erin gegooid. Sam is aan het opruimen. Dus ja, we gaan het dadelijk wel zien. Ik heb hem in ieder geval helemaal gereinigd. Alles erop en eraan. Dus we shall see. Ijsklontjes! Ja! En nu ga ik een nieuwe maken. Maar we hebben ijsklontjes. Het was net op tijd. Net al twee keer gewoon gemist. En om jullie even te laten zien, ze worden wel steeds groter. Dus echt. De ijskoningin is blij. Moeten we niet vertellen, hè, dat we op papa's plek liggen. Mijn schietje. Was je zo verdrietig? Ja, jij was verdrietig, hè? Ja, toen we gewoon lekker even knuffelen. Ja. Ja, was je zo verdrietig? Waarom ben je zo verdrietig? Ja. Oh, daarom? Oh, dat is vervelend. En lekker rustig slapen. Je bent zo moe, hè? Je hebt heel weinig geslapen. Ja. Komt allemaal goed. Zeg maar. Daar. Mama blijft bij jou liggen even. Een hele goede morgen. Niels die was al om 6:30, 7:15 weg. Dus ik heb alle kindjes in mijn uppie gedaan. Jordi is klaar. Liam is klaar, maar die gaat niet naar school vandaag. Het is woensdag, dus dan is hij altijd thuis in principe. En onze Sam is ook klaar. En die gaat wel naar school. Ja, goed, zo is mijn mama, hè. Mama moet die aan. En ik ga nou mijn slippers aan doen en alles in de auto showen. En zorgen dat de zonen naar school komen. Jordi moet tussen 8:30, 9:10 zijn ongeveer. Dus dat ga ik makkelijk halen. En Sam die moet om 8:45, 9:00 er zijn. Dat ga ik ook makkelijk halen. Dus top. Een hele goede middag. Had ik vanochtend al een vlog? Volgens mij niet. Mocht het wel zo zijn. Goedemiddag. Ik heb Liam vanochtend thuis gehad. Want die had geen school. Ik heb wel gevlogd. Jazeker, ik heb wel gevlogd, want ik had verteld dat ik de kinderen naar school ging brengen, behalve Liam. Ik heb de hele ochtend met Liam bezig geweest, van alles proberen te doen, lukte maar de helft. Dus, ja, dat. Ik heb Jordi inmiddels opgehaald, Sam is ook alweer thuis. En we moeten zo naar de fysio, maar we gaan iets later, dus dat geeft me een beetje rust. Jordi heb ik slapend van school opgehaald. En Liam, die bouwmiddag dutje genoemd, maar die moest ik wakker maken. Dus die is nou weer klaar wakker. Hij heeft inmiddels ook al in het water gezeten, dus hij is weer zijn nat. Is niet erg, het is rustig. Hi Sam. En ja, ik heb gewoon een korte broek aan. Maar, hè? Het kind komt zo weer. Dus dat. Ik moet tegen 4:15 moet ik iedereen klaarmaken om weg te kunnen. En dan... ja, ik stond weer en kan mijn kruiken. Dan ben ik om 4:30 terug. Ik heb mijn worteltjes al gemaakt. Kinderen eten nou eenmaal op dit moment graag worteltjes. Dus dat eten we dan iets vaker. Het is zoals het is. Dus we gaan zien hoe het allemaal loopt. Ik hoop vanavond het een en ander nog te kunnen doen. Maar we gaan het zien. Een hele goede morgen. Gisteravond heb ik de kelder, ja, ik noem wel het kelderkast, maar het is trapkast, uitgeruimd en opgeruimd. Ik heb mijn bestek helemaal opgeruimd en gedaan.
de hoekkast van de keuken, dat was één grote bende, die heb ik opgeruimd. Dus ik heb het een en ander gisteravond gedaan. Vandaag moet ik Liam en Jordi naar school brengen. En Sam blijft bij mij thuis. Ik moet naar de winkel. De moeder van Niels is jarig, dus dan moet ik een cadeautje halen. Niels gaat straks met Liam heel eventjes naar haar toe. Omdat hij dat nadat hij thuis komt, bijheen gaat eventjes. En Jordi en Sam blijven dan thuis. En ja, dat. Niels heeft voor de kindjes gezorgd dat ze aangekleed waren. Ik heb op dit moment best wel veel last van mijn rug. En hij zegt van, ja, dan doe ik dat wel. Alleen bij Jordi moet ik daar gewoon nog de luier even doen. En verder aankleden. Ik moet ook eventjes de haartjes doen. En dan is het eigenlijk al prima. Dus dat. Ja. We doen het zoals het gaat. Het komt zoals het komt. Dus ja. Ja, daar zit je dan. Ik heb hem om 10 uur opgehaald. Hij is niet ziek of zo. Zoals jullie weten, Liam die gaat volgend schooljaartje naar een speciaal kinderdagverblijf. Laten we het zo even noemen. Dan gaat hij beginnen met 2 dagen. En uiteindelijk gaat hij 3 dagen. Waarom, denk je dan? Nou, dat ga ik jullie even simpel uitleggen. Liam die heeft een achterstand en ze drukken er geen specifieke stempel op, maar een vleugje ADHD met nog iets meer misschien, maar ADHD staat voorop. Maar met ADHD kun je ook sommige prikkels niet goed verwerken. Nou hadden ze sportdag op zijn schooltje en daar gingen ze met de peuters gingen ze daar aan meedoen. Het hele ding is, dan willen ze iets van Liam, wat Liam dus nooit gaat begrijpen. En dat is niet erg, dat is helemaal prima. Dus ik had de afspraak staan met zijn juf, die nu een week op vakantie is. Als dat zo is, geef het op tijd aan, dan haal ik hem gewoon op tijd op. Maar, zij is dus op vakantie, dus ze zijn het vergeten door te geven. Is verder niet erg, hè? Want ik ben toch thuis, ik heb toch Sam sowieso, dus... Maar ik verder niet uit. Had wel dingen gepland staan, maar hè, dan moet het op een ander moment ook goed. In ieder geval, het is zo dat hij daar gewoon last van heeft. Uit je mond, niet in je mond. Mag niet in je mond, hè? Moet uit je mond. Je hebt puzzels om in je mond te doen. Ik ga even een puzzelstuk pakken. Ik heb zijn dinosaurus gevonden. Zijn puzzelstuk heeft hij ergens neergelegd, ik weet even niet waar. Maar die doet hij tegenwoordig ook wat in zijn mond. Dus dat is top. Maar goed, ja, hij kan dus die prikkels niet goed ervaren. Dus dan gaat hij andere dingen doen. En dat zijn meestal dingen die niet de bedoeling zijn. En aangezien wij die afspraak hebben staan, moet dat vast. Dan moet je daarin stoppen. Duwen. Nog harder duwen. Oh. Ja, Sam. Zo, alsjeblieft. Hij is gemaakt. Nee, niet stampen. Niet stampen. Ja, dit is niet de bedoeling. Nee. Omdat jij zijn tut hebt geraakt, heb jij nou pijn aan je voet. Doe eens normaal. Niet stampen. Nou, dit soort dingen dus. Nou is het zo dat als ik hem op tijd van school weghaal, heeft hij nog niet de ergste prikkels. Dus dit valt nog mee. Maar op het moment dat hij dan zo'n sportdag heeft gehad, waar hij niet snapt van het is vandaag anders en we doen het vandaag anders. Dan is hij bijna niet meer in de hand te houden. Omdat als hij iets niet snapt, gaat hij dingen doen die niet de bedoeling zijn. Dus dan krijgt hij de negatieve aandacht. En
dat zorgt voor zijn prikkelverwerking als in helemaal over de zeik gaan en ik die niks meer met hem kan. Dus vandaar dat hij nu al thuis is. En dat is niet erg, nogmaals. Dat is een afspraak tussen de juf en mij. Maar de juf was op vakantie. Normaal geeft ze er al, zeg maar, op tijd aan. Had ze maandag al gezegd van, nee, we hebben donderdag sportdag. Wat is verstandig. Dan laat ik hem meestal gewoon maar komen. En dan haal ik hem op tijd op. Dus ik had vanochtend doorgekregen van, hey, ik had gehoord dat. Ik wist niet van die afspraak af, anders had ik dat eerder gezegd. Ik zei, dat is geen probleem. Ik zei, ik haal hem gewoon meteen op. Dus vandaar dat hij thuis is. Inmiddels zijn we op Jordi's school aangekomen en het regent pijpenstelen. Yay! Heb ik weer. Dus ja, dat. En een vriendin van mij, oh nee, er vallen maar een paar druppels bij jullie. Ik zeg, nee, er komt keiveel regen aan. Nee, dat geloof ik niet, dat kan niet. Nou, ik weet niet. Inge. Dus dat. Ik ga de kinderen een filmpje geven. En wacht op Jordi. We zijn weer thuis. Weliswaar enigszins vochtig. Maar we zijn thuis. De kinderen zijn niet vochtig. Hoor, die zijn het minst vochtig. Ik heb toch wel een natte rug. Kan ik je melden. Maar we hebben Jordi opgehaald. En hij had een hele goede dag gehad vandaag. Hij heeft een hele fles oranje op. Dus doet hij goed. Dus ja, dan ga ik daar lekker koekjes aan ze geven. Liam die moet eigenlijk slapen. Maar meneer heeft de puff niet. Dus ja, hè? Het is zoals het is. Ik ga dadelijk lekker eventjes wat dingetjes doen. En ik hoop dat hij zo even in slaap dondert. Zodat hij straks, als hij meer naar oma gaat, naar de verjaardag, dat hij in ieder geval wakker blijft. Ik moest bij hem gaan zitten. En dan kon hij in slaap vallen. Dus hij ligt nu te slapen. Oh ja, dit is zijn wat op dit moment gebouwd en neergezet is. Dus dat. Maar hij slaapt. Dus heb ik daar even mijn handen vrij. Want Sam die doet zijn eigen ding. En Jordi doet zijn eigen ding. Dus prima. Okay. Ik ben Jordi eten aan het geven. En ondertussen spullen van Sam aan het pakken. Of van Liam aan het pakken. Liam is een beetje dramatisch en nu is net pas wakker. Ze krijgen pannenkoeken. Hallo allemaal, wat leuk dat alsjeblieft. Vandaag gaat een lesje over kleren. Liam wil niet, Liam is kieskeurig. Als poffertjes waren geweest, was het bord nu al leeg geweest. Maar het zijn pannenkoeken, dat moet hij niet. Niet aan iedereen geven, Sam. Sam heeft weer eens iets nieuws. Ja, doe maar Jordi geven. Hier, doe maar Jordi. Doe maar geven. Doe je nou niet? Net zat hij deed Jordi aan zijn vork te geven zo. Sammy, doe maar geven. Nou, dan niet. Een hemd. Goed zo. Liam is even zijn vrouwelijke kant aan het ontdekken, denk ik, of zo. Dat is wat Niels altijd zegt, dus laten we erop vertrouwen dat het zo is. Sam, wil je geven? Ja? Oh, kijk uit, jongen. Doe je geven? Nee, doe je niet? Oh, boom. Jordi. Het komt er al aan, hoor. We zijn even aan het genieten van een ijsje. Niels is naar zijn moeder geweest na de verjaardag. Met Liam samen. Mm-hmm. En daarna? Naar jouw ouders om de koelkast op te halen voor het weekend. Ja, want we hebben een feestje. Vieren alle kindjes hun verjaardag. Mm-hmm. Ik heb Jordi en Sam naar bed gebracht in de tussentijd dat hij weg was natuurlijk. Daarna is Liam naar bed toegegaan.
hebben we nog even wat opgeruimd samen. Ik heb boodschappenlijstje gemaakt, want ik moet morgenochtend boodschappen doen. Voor een heel eind tot weekend. En ja, dat was het eigenlijk wel, hè? Dus ja, we eten ons ijsje op en dan is het eigenlijk een kwestie van naar boven lopen en naar ons nest gaan. Zo spraakgebrek. Een hele goede morgen. Middag, sorry. Ik heb twee kids al van, zeg maar, naar en van school gebracht en gehaald. Ik ben boodschappen gaan doen. Heb ik eigenlijk al mijn vrije tijd die ik van de kinderen had eigenlijk wel aan besteed. En de koelkast even gauw schoongemaakt. Ingeruimd. Alle boodschappen gedaan. Alle boodschappen opgeruimd. Dus ik ben eigenlijk alleen maar bezig geweest. Ik zit nu net even 5 minuten om mijn kont. Ik heb net even wat gegeten. Liam en Sam. Die zijn dus al naar schooltje geweest. Ze hebben een super goede dag gehad. Ze hebben elkaar zelfs geknuffeld. Want Sam werd op een gegeven moment verschoond en het verschoningshok zit zeg maar aan elkaar. Dus je hebt zeg maar 2 deuren in het verschoningshok en die leiden naar allebei hun klassen toe. En Sam werd verschoond en Liam zag dat en die wou even zijn broertje een knuffel komen geven. Dat mag dan natuurlijk ook. Dus die kwam daar binnen gelopen en die kwam even Sam een dikke vette knuffel geven. Dus dat heeft hij ook gedaan en dat is super lief als ik dat dan zo hoor. Voor de rest hebben ze het echt naar hun zin gehad vandaag op schooltje weer. En ik heb mega veel te doen vandaag, dus ik ga ook praktisch niet filmen vandaag. Ik moet echt veel doen. Mike wilde toch heel even de vlog openen en vertellen dat die twee elkaar geknuffeld hadden. Ik vind dat toch wel heel belangrijk. Heb ik daar een foto van? Nee, want niet alles wordt vastgelegd daar. En soms gebeuren ook dingen die je gewoon even niet snel ziet. Of in ieder geval waar je niet aan denkt van, oh, dat moet ik even filmen. Over een goed half uur, 3 kwartier zitten we alweer in de auto om Jordi op te halen. Dus dan begint het weekend helemaal. En dan, als Jordi thuis komt, komt Niels niet lang daarna meer thuis. Dus En dan ga ik boven even aan de slag als Niels thuis is. En eten en van alles. En dan beneden nog aan de slag. Alles zover klaarzetten. En morgen hebben we de grote dag. Dan moet eigenlijk gewoon alles klaar zijn. En dan hebben we een hele leuke feestweekend. Dus dat is wat er gaat gebeuren. Dus ja, dat. Maandag is sowieso Liam vrij, want schooltje is dan dicht. Dus dat is alleen maar prima. Hoef ik niks voor te regelen. Met zijn prikkels kan hij dan gewoon lekker zijn gang gaan. Dus ja, dat. Nou ga ik heel even verder hier. En dingen doen. Ik ben van alles aan het doen. Ik heb een ADHD-brein momenteel die van gaat. Een hele goede middag. We hebben op bezoek. We zijn lekker aan het spelen. Ik heb van alles al gedaan. Ik heb ook de tafel al klaargezet en alles. Ik zal het even laten zien. En Jordi zit daar. Dus ja, het wordt vandaag een dagje van. Ik heb rundergoulash aanstaan in mijn slow cooker. Ik heb pulled chicken aan het koken in mijn slow cooker. Dus ja, ik ben van alles aan het doen.
bezoek is weg. Op één gezin na. En die moet dan zijn heel stuk rijden. Dus die zijn er morgen ook nog de hele dag. Niels is met Emiel naar de stad toe. Ik zit hier met Inge en de kinderen. De kinderen liggen op bed. En de drie kinderen van Inge die mee zijn, die zitten hier in de woonkamer lekker te relaxen. Dus ja, dat. Wij gaan nu ook relaxen. Een hele goede middag. Het is net middag. Gisteravond zijn Niels en Emiel nog de stad in geweest. Ik en Inge zijn hier gebleven met de kindjes. Daarna, toen iedereen weer thuis was, zijn we naar bed gegaan. Hebben we allemaal geslapen. Vanochtend zijn we opgestaan. En toen zijn Inge en ik naar de winkel gegaan. Want we gaan vandaag barbecuen. En vandaag komt er weer bezoek. Mijn ouders, mijn opa, de moeder van Niels. Inge en Emiel met de kindjes zijn er nog steeds. En mijn ooms en tantes voor de verjaardagen van de kindjes. Dus ja, dat. En we zijn croissantjes aan het maken. Een eitje en dat soort dingen allemaal. Dus daar zijn we mee bezig. En Inge is nu heel eventjes naar de winkel voor zwemluiers te halen. Want die zijn bijna op bij mij. En ja, dat. Voor nu zijn de kindjes nog lekker in het bad aan het spelen. Hoi schat. Hoi. Zit je lekker? Ja. Was weekend. Heel gezellig. Ja, heel leuk. Ja. Mooi zo. En nu gaan we slapen. Ja. Sammy is wakker, want het is veel te warm. En je gaat nou mee naar bed? Je gaat nou mee naar bed. We hebben al een hele hoop opgeruimd. De keuken hebben we, dus alle afwas nog. We hebben buiten een hele hoop opgeruimd. We hebben hier binnen een hele hoop opgeruimd. Maar we houden het voor gezien. We gaan van morgen verder. Ja. Maar wat we wel gaan doen is afsluiten. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.